Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. En zoals je al aan de titel hebt kunnen zien, gaan we vandaag zilver shampoo testen. Vandaag gaan we die van Schwarzkopf, de Reflex zilver shampoo testen. Deze heb ik echt meerdere malen aangeraden gekregen door jullie. Dus ik ben echt super benieuwd wat deze voor mijn haar gaat doen. Want zoals je kan zien, mijn haar, ja, wat moet ik erover zeggen? Het is gewoon echt zwaar nodig. Maar voordat we gaan beginnen, is dit de eerste keer dat jij een video van ons kijkt? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. En heb je nog niet geabonneerd, vergeet het dan ook even niet te doen. Dat zouden we echt super leuk vinden. En dan gaan we nu beginnen. Zo, daar ben ik weer. Ik heb even het rolgordijn dicht gedaan, want de zon ging ineens schijnen. Dus het licht kan even wat anders zijn. Maar even serieus. Kijk mijn haar. Deze zilver shampoo is denk ik de beste van die ik tot nu toe getest heb. Het voelt gewoon nog heel zacht aan. Ja, en kijk die warme kleur. Ik kom er gewoon niet van uit mijn woorden. Maar die warme kleur is gewoon bijna helemaal weg. Ik bedoel, je kan niet verwachten dat het er helemaal uithaalt of dat je haar een andere kleur geeft. Want het is maar zilver shampoo. Het is geen spoeling, het is geen verf. Maar dit heeft tot nu toe toch wel echt het meeste effect gehad. Ik heb het ongeveer 10 minuutjes laten intrekken. Je zag meteen dat de kleur van de shampoo echt heel erg paars is. En dat ook wanneer je het in je haar ging wrijven, dat er gewoon alleen maar paars van afkwam. En niet ja, dat het een beetje wittig of paarsig is, maar gewoon echt paars. En ik heb me laten vertellen dat dat dus heel erg goed is. En dat deed deze zeker weten. Je kan deze gewoon bij Ethos, Kruidvat kopen. Hij kost ongeveer rond de 3 euro. Dus dezelfde prijs als die van het Kruidvat. Mocht je die review trouwens nog niet gezien hebben, zou ik hem even in de beschrijving zetten. En ook die van L'Oréal. Dan kan je zelf kijken wat jij het beste resultaat vindt. Maar ik denk toch echt wel dat ik voor deze van Schwarzkopf ga. Ik vind het effect gewoon heel erg mooi. Het laat mijn haar zacht aanvoelen. En de kleur is gewoon echt een stuk beter dan dat ik hiervoor had. Nou, dan was dit alweer de review. Vond je hem leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En heb je nog niet geabonneerd op ons, zouden we dat heel erg leuk vinden. Als je dat nog wel even zou willen doen. Heb jij nog een zilver shampoo waar jij heel erg benieuwd naar bent naar wat het resultaat is? Beschrijf hem even hier in de reacties en dan ga ik hem voor jou testen. Doei doei!